serieus uit. Serieus. Want dit is een serieuze kwestie. En de bril zou geweldig zijn, want ik zie niks. Ik heb geprobeerd. Wij zijn blij dat de kinderen vanavond vaak genoemd zijn. En wij hebben ook democratisch besloten om initiatief om meer programma's over duurzaamheid in onderwijs te ondersteunen. En vooral het programma Groentopia. En dat is eigenlijk alleen maar een begin, want op deze tafel zitten fantastische mensen met fantastische initiatieven dat kinderen allemaal kunnen bezoeken. En dan denk ik, oké, aan die tafel ook, daar ook, daar ook. Overal zien we mensen met fantastische initiatieven in Almere, waarvan onze kinderen kunnen leren. Het gaat eigenlijk om werken aan de mens van de toekomst. En niet alleen wat wij eten, niet alleen waar we wonen, maar ook hoe wij met elkaar omgaan. Dat wij respect hebben voor onszelf, voor onze naasten, voor natuur, voor zichtbaar en onzichtbaar. Dus wij willen eigenlijk bouwen aan een duurzaam mens. En bij deze zeggen wij onderwijs. Open u. Applaus. Ja, excuus. Namens de gemeente wil ik zeggen dat het VESNA een fantastisch initiatief heeft. Het heeft gewoon 2 jaar in Hoofddorp heeft ze dit eigenlijk al gedaan. De leerlingen onderwezen en duurzaamheid bijgebracht, zodat het ook in de... Ja, je krijgt het geld door VESNA, maar ik wil het eigenlijk leeg ook zeggen. Ik vind het zeker in een stad als Almere, waarin we eigenlijk de Growing Green willen. We zijn Growing Green, we gaan voor de jaren. Daar hoort een opleiding voor de kinderen van Almere hoort daarbij. Zodat het in hun guts gaat zitten, het duurzaam zijn. En dat het eigenlijk niet eens meer normaal, niet eens meer iets bijzonders is. Dat doe je gewoon. Dus daar heb ik heel veel geld voor over, Vesna. Top. In our countries we say, don't build a home for the humans to live in it. Build the humans so they can build the homes. So for me, it's very important for us to learn the children how to be connected with the nature and how they can build a green cities, how they can grow their foods, how they can make future for the children who is coming after them. If we start to build now, within 5 years, we will get a generation who learn something about the future. If we start with the children in 12 years old, after 5 years, they will be 17. They will be ready to give what they learn to the coming generation who next to them. And that's how we can build the reality of the future. Not build the homes or build the gardens. We build the humans who gonna make all this for all the coming future. En als stadsboer wil ik eraan toevoegen dat ik ervoor wil zorgen dat de kinderen geen theoretische lesjes gaan leren, maar dat ze op al die plekken, maar ook bij mij, kunnen komen om ervaringsgericht te leren door met hun poten in de klei te gaan staan en te merken dat je met je handjes duurzaamheid kan maken en dat ze al met elkaar ontzettend leuk kan hebben. Ik als kind, ik krijg allemaal rekenen en taaltoetsen op school, maar ik wil eigenlijk gewoon alleen maar leren over wat mijn toekomst is en wat er allemaal mogelijk is. En ik wil dat soort initiatieven gewoon zien en daarover leren en niet alleen maar Engels of Nederlands en cijfers en wat zo. Dankjewel.